De waterschappen en het meerschap Paterswolde maken zich zorgen over de grote waternavel. Het is een waterplant die waarschijnlijk ergens in Nederland een keer in het water gegooid is vanuit een vijver. Deze plant is bezig het water van het Hoornse Diep te overwoekeren. Hierdoor verstikt de waternavel andere flora en fauna. De waternavel die laat het Hoornse Diepje helemaal dichtgroeien. En dat gaat natuurlijk ten koste van het zuurstofgehalte van het water. Dus dan gaan vissen uiteindelijk dood. Het is niet meer bevaarbaar. In korte tijd is de hoeveelheid waternavel snel gegroeid in het Hoornse Diep. Hier is de ingang vanaf het Noord-Willemskanaal. En dit hele stuk tot aan de sluis is een beetje dichtgegroeid met deze woekerplant. Binnen 6 weken wil het meerschap Paterswolde de grote waternavel weghalen. Maar ze hopen op een beetje hulp van de natuur. De plant schijnt heel slecht tegen strenge winters te kunnen. Dus wij hopen op een hele strenge winter. Dat heeft ook positieve effecten. Dan kunnen we mooi schaatsen op ons meer. Maar dan zijn we misschien ook sneller van deze woekerplant af.